Leden van de Nationale Assemblee DNA willen dat de randvoorwaarden in place zijn om de toerismesector van Suriname duurzaam te kunnen ontwikkelen. Ze haalden dat gisteren aan bij de behandeling van de toerisme-raamwet en de wet instelling van Suriname Toerisme Autoriteit, STA. VHP-parlementariër Mahinder Yogi zegt dat een belangrijke randvoorwaarde voor stimulering, groei en uitbouw van toerisme onderwijs is. Dat we beginnen, hoe minimaal ook, op de lagere scholen. De kinderen de plaatjes te wijzen van onze krieken. De kinderen de plaatjes te wijzen van onze bossen, voorzitter. En onze activiteiten die we ontplooien in het kader van toerisme. Dat we de kinderen alvast vertrouwd maken met de situatie. Maar ook heel vroeg de opleidingen geven, de trainingen geven, de ondersteuning geven. De interesse wekken, voorzitter. Want zij zijn het die het morgen zullen moeten continueren, voorzitter. En zij zijn het die daarin een stukje broodwinning moeten kunnen verdienen. Belangrijke randvoorwaarden, voorzitter. Voorzitter, een andere voorwaarde, en jammer genoeg zal ik dat ook moeten opmerken, is de grote mate van negativiteit die heerst in het land, voorzitter. NDP-parlementariër Ibu Jones is de mening toegedaan dat de volksgezondheid een primaire zaak is die in place moet zijn als verwacht wordt dat de toeristen het land binnenkomen. Hij wijst erop dat het binnenland belangrijk is om toeristen aan te trekken, maar er moet ook een garantie zijn dat bij een ongelukje men zo snel mogelijk kan genieten van goede gezondheidszorg. Wanneer je dat niet hebt, want dat zijn de basisdingen waar naar toeristen kijken. Je gezondheidszorg in dat gebied waar men gaat, moet optimaal zijn. En we weten dat dat alles behalve op niveau is in het binnenland, volksgezondheid. Vandaar, voorzitter, vanuit mijn vorige functie als zaakgelastigde in Den Haag, is er een prachtig project tot stand gebracht. Idee vloeiende uit de mensen vanuit de diaspora die een bijdrage wilden leveren aan die ontwikkeling van Suriname, waarbij ze zeggen toerisme is belangrijk, maar we moeten in onze binnenland, althans dichtbij onze achterland, een prima gezondheidszorg hebben. En zo, voorzitter, is het idee van Atjoni ziekenhuis ontstaan. Jammer genoeg dat vanuit ons als staat de aanpak tot. De wet beoogde de toerismesector in Suriname te definiëren, ordenen, reguleren en aan te sturen op basis van een integrale duurzame visie. Met de oprichting van STA zal de Stichting Toerisme Suriname, STS, ophouden te bestaan. De STA zal coördinerende taken krijgen en zal ook belast zijn met het mede helpen ontwikkelen van een strategisch toerismeplan op basis van algemene specifieke doelen van de toerismesector in Suriname.